Hey kijkers van mijn aflevering, welkom bij een nieuwe aflevering van de PM Modpack. Ik ben hier vandaag met Willem! Hey Willem, hoe is het? Oh, het gaat goed met mij, ik voel me vrolijk. Oké, ja ik ook. Ik mag namelijk een invite weggeven jongens, want het is aflevering 20. Jullie hebben allemaal bij episode 16 jullie comments achtergelaten. Ik zorg voor de awesome sound effect. Oké, let's go Willem, doe maar. Is dat awesome? Nee, dat is totaal niet awesome. Ik doe het bam 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 bam. En de winnaar is... Coolie Molly! Yes! Nice. Ik wacht er heel awkward op. Maar Coolie Molly bro, je mag erop. Ik zal je volgen op Twitter. Ik zal je even een DM sturen. En dan zorg ik dat jij gewhitelist wordt op de PM server. Dan krijg je die pay. En whatsoever. Dan mag jij erop. Je komt in solo. Want dat, weet je, Pixel is niet zo heel erg actief. Dus je hebt dan niet zo heel veel om mee te spelen. En dan kan je lekker zelf ook met andere mensen contact opnemen en whatever. Volgende mei. Hoi. Ja, precies. Willem is wel een beetje verlegen, maar Als ik een keer uit mijn hoekie kom, dan moet je ook gaan rennen, want dat hoekie stinkt. Ja, oké. Nou, in ieder geval, wij gaan voor Willem, ja. Hoi. Wij gaan even voor hem wat leuke shit fixen. En dat gaat vooral voor Tinker's Construct, want jij bent heel slecht voor Tinker's Construct. Want wij hebben net een aflevering samen opgenomen voor mijn kanaal, zeg maar. Ja. En toen had ik gezegd in de video van, ik ben niet zo slim met Tinker's Construct, want ik snap er helemaal geen fuck van. Ja. En toen dachten we net van, hey, we doen ook voor Tinker's kanaal eventjes snel een video. En nu staan we hier, en toen wisten we niet wat we gingen doen. Toen gingen we Tinker's Construct doen, dus we gaan naar mijn base. Ja. Leid me naar jouw base, want heel veel mensen weten waarschijnlijk niet waar dat is, Willem. Nee, klopt. Stel je mocht Willem zijn PM Modpack niet kijken, check natuurlijk ook even de link in de beschrijving. Maar laat even zien waar je base is. Wow, trouwens, wacht, ik zie nu iets en dat is echt wat? Iets. Wacht. Gast! Huh? Waar ben je? Ik ben bij je, ik ben hier ergens. Ik weet niet waar je bent. Ja, ik zie jou. Ik zit boven een wolk. Maar wacht, het valt me nu pas op, al die vines die ik heb geplaatst van mijn eiland, die zijn helemaal tot de vloer. Ja, precies, ik zag het. Maar toen ik jouw video keek, toen je die vines aan plaatsen was, wou ik eigenlijk een reactie achterlaten. Is het misschien niet slim als je de strings onder de vines doet, want dan groeien ze niet door? Oh, dat is misschien een idee. Ja, want dat ziet het veel vetter uit dan echt gewoon stroken vines naar beneden. Ja, ik wilde ze regelmatig weghalen, laat ik het zo zeggen. Maar ja, maar dat is echt een hel. Dat is echt een hel. Maar ja, oké, we gaan richting de base. Ja, ik weet ongeveer waar jouw base is. Mijn glider doet het niet! Oh, nee, ik viel naar beneden. De server lijkt nog steeds best wel erg, maar als hij net gereset is, dan doet hij opeens heel goed. Ja, oké, wel even kijken. Ik weet niet waar jij bent namelijk. Ja, nee, ik loop gewoon naar je basis. Ik denk dat ik het wel weet. Oké, zo. Maar jongens, ik zal even uitleggen. Er is natuurlijk niet zo heel veel PM Modpack online gekomen de laatste tijd bij mij. Dat heeft zo zijn redenen. Vooral lag eigenlijk was het grootste probleem. Ja, de server die was echt heel erg down en die had er niet zoveel zin in. Ja, maar in ieder geval, ik had op Twitter aangekondigd dat ik niet meer om de dag PM Modpack ga doen. Omdat er gewoon te veel lag is en soms is er gewoon nog een andere reden waarom ik het niet kan opnemen. Ja, Duncan. Dus daarom. Ik ben al bij mijn base, want ik weet niet waar je bent. Ik ben binnen bij jou, ik sta bij je chest. Oh, ik... Ik dacht, je staat leuk wachten voor mijn huis te wachten en shit. Maar nee dus. Nee, okay. Ik laat mezelf gewoon. Ja, maar jij binnen. Shift ook gewoon continu. Nee, joh. Wacht, waar ben je nou? Ja, en nu ben ik weer beneden. Ja, maar ik was hey, naar boven. Hey. Dat was de server, want ik zag je beneden staan en toen ik naar boven. Ja, ik zag je boven vliegen. Oké, wat ik dus wil doen is denk ik eventjes, hoeveel ruimte zou je nodig hebben voor Tinker's Construct? Je hebt een smeltery nodig en die is 4x4, zeg maar. Ongeveer, dus... dan heb je dat nodig. Maar je wilt er omheen kunnen lopen, zeg maar. Dus dan doen wij, want dit is nu 8. Dan doen we zeg maar 10. Ja, dat slim zijn? Ik weet niet. Hij moet ook best hoog worden, zeg maar. De smeltery. Ja. Ik weet niet of dat slim is. Hoe deed je nou... Kut, ik ga nu even snel in mijn controls kijken. Misschien... Oh, wow! Kan ik misschien even kijken hoe ik dat ding van mij iets sneller kan zetten. Want ik heb een of ander raar ding. Oh, wacht! Wat voor ding dat heb je dan? Dat is voice mode switch. Moet op V. Done. Wat okay, is hier allemaal te doen? Ik snap het niet. Willem, leg uit! Oh, ja, ik hey, ben die Atomic Assembler ding is aan het aanpassen. Oh. But I don't know how. Ja, misschien was het B of misschien was het X of misschien was het Z, I don't know. Oké, wacht, nee, maar B die is ook al heel vaak in gebruik. Ik ben even aan het kijken, jongens. Ik weet het echt bro, weet je wat je hier hebt? Je hebt gewoon Osmium en Charged Surface Quartz. Ja, weet ik. Ik heb hier altijd heel veel dingen te vinden. Wacht, ik ga dit weghakken. Oh shit. Het was lek. Maar ik schrok even, want zeg maar, ik dacht dat er iets uitkwam. Oh my god. In één keer een Willem uit een blokje oor. Ja, dat is enger dan een hoe heet zo'n ding. Ik weet niet wat het zo'n, heet.
Gearneck. Phantom, of Phantom. Die is een Gearneck, of een Wither, dat kan ook. Keyhand ja, maar als je een Geoneck, dan komt het uit zo'n Phantom. Dat is zo ja, kut. Bro, weet je, je hebt zeg maar die ravijnen in je buurt, hè? Ja. Ja, daar was ik dus een keer aan minen, hakte ik een blokje osmium en toen kwam er dus Keyhand uit. Een like, Keyhand? Keyhand, dat is de Wither. Oh zeg maar. Ja, die had ik ook! Ja. Was je dat toen ook online? Nou, toen was ik niet online, denk ik, want ik heb nooit van jou gehoord. Ik was een keer aan het caven en ik hakte zo'n blokje weg en dan was er gewoon echt twee dagen toen de server aan was. Stop maar met hakken trouwens, dit is groot genoeg. Dit is genoeg? Oké. Ja, zeg maar, wat je moet doen, we hebben hier zeg maar, hier moet een vloer inkomen. Ja, moet drie want bij ik, drie. Ik hou heel erg van symmetrie, dus En hier hebben we dus zeg maar waar de cobblestone komt, zeg maar, dit is de vorm van de smeltree. En dan mag je zelf uitmaken hoe groot of hoe hoog die gaat worden. Oké, wacht, ik wil eens even kijken, want als ik nou twee eromheen doe, als ik nou middelste hier uitzoek, ik ben echt heel autistisch in deze shit. zo. Ik denk dat dit wel leuk zou worden als die zo groot is. Ja jongen, ik zie helemaal niks, die server lijkt er ja, als een malle, maar... Eigenlijk moeten we Sam even zeggen van, hey, reset de server even. Ja, boeien. Weet je, als het ook heel erg lijkt, dan... Dan wil het gewoon niet. Ik blijf gewoon doorbouwen en zo meteen update het gewoon een keer. Oh hey, kijk, hey! Zo, dan wou ik deze muur gewoon even weer... terug zo. En dan maak ik het later weer een keer mooi. Ik zie de blokje weggehakt worden. Wat? Huh? Wat? Huh? Ik zag de... Zag je dat ook? Ja, ik zag het. What the fuck was dat? Huh? Er is hier een geest. Er is hier een geest. Ik ben bang. Nee joh, nee joh. Ik ben bang. Is hier ergens een visible mode dinges voor wat Sam kan gaan doen? Nee, tuurlijk. Vanish bestaat niet en we zagen ook niemand joinen. Like, Wacht. Als ik naar de chat kijk, Deadlingers in the air en Batman Rises. Oh, dat spamt ook als het tyfus, ja, hè? Ja, dat is echt niet normaal. Oké, ik ben nu weer aan het hakken en zo, maar dat zie je allemaal niet. Ik wil namelijk... Ik ga netjes wachten. Ik ga hier gewoon in F1 mode kijken hoe jij dat doet. Oh, hey, ik ben weer terug hier. Oh ja, ik zie het. Dit is echt zo kut, die lag. Zullen we maar even een pauze nemen en Sam even vragen? Ja, ik denk dat het wel handig zou zijn. Dus, nou jongens, ik ben zo terug. Oh, hey, daar zijn we weer. Dat was één klapje. Even... De server helemaal gaan resetten en zo. Voor echt... Jongens, voor ons was het echt een uur. Nee, grapje. Nee, was het 10 minuutjes of zo. Ja, soms. Dit is nee! Kom snel naar binnen, Duncan! Thorian. Je naam is veranderd. Heb je Jan Kijkers al verteld van dat de naam veranderd is? Of weten ze het al? Ik weet niet. Hi. Kijk, als je nu naar de Minecraft chat kijkt, mijn naam is Thorian. De grote. Of de en voor de mensen die nog niet wisten, sinds 4 februari kan je Minecraft naam veranderen eens in de 30 dagen. Mm-hmm, op mojang.com. Mojang. Ja, Mojang. Dat is mooi, Jan. Oh shit, ik heb geen... Oh, er is nog hierin. We gaan even zo... Yes. Wacht, hey, je hebt wel een paar iron hier. Dat is niet heel veel wat je hebt. Ik heb... vergeleken bij jou. Hey, wacht, dude. Je hebt een builderswand, hè? Heb ik een builderswand? Nou, die zit hier in de chest. Dat is even hier. Ja, dit zijn de spullen die ik gekregen heb uit monsters, maar ik heb geen idee wat ik ermee kan. Nou, geef eens. Weet je hoe een builderswand werkt? Nee. Niet? Nee. Oké, wacht. Geef me een stone. Geef eens alle stone die je hebt. Ctrl-Q. Ik heb geen idee namelijk. Ja, oké. Ja, weet je wel hoe het werkt? Als jij, zeg maar, dingen hebt, weet je wel, stel je wil hier een muur hebben. Like, als jij op het blokje richt wat je wil plaatsen en je hebt dat blokje ook in je inventory, dan is het zo van, boom. Wow! Richter is mee, zeg maar. Kijk, dan zie je dus witte blokjes. Nee. Oh, wacht. Heb je stone? Ik heb geen stone. Nee. Ja, hier, alsjeblieft. Oké. Okay. Als je dan, zeg maar, richt maar. En dan... Wow! Boom. Zo werkt het. Easy as fucking dat. Handig. Nee, nu verlies je allemaal stone, want nu moeten we dit weer weggaan. Kut, nu moeten we dit gewoon. Maar... Nou, maar niet uit. Ik ben wel klaar met wat ik wilde hakken. Ja, precies. Oh, nee. Willem. Oké, maar in ieder geval, we moeten dus seared brick hebben. Dat moeten we even voor je fixen. Maar, seared brick hebben we gravel, sand en clay nodig. Ja, ik heb clay een beetje. Mm-hmm. Oh, trouwens, heb je deze farm ook weer gezien? Mijn automatische toast farm. Kijk eens naar de... Oh, het is weg. Toast! Toast! Hey, wat? Hoe doe je dat? Is dat automatic crafting of zo? Nee, ik heb zeg maar deze wheat van wordt automatisch allemaal geharvest. Mm-hmm. En dan, dan gaat het door een autocrafter. En die autocrafter die smelt in de redstone furnace. En die redstone furnace gooit hem hierin.
Een heel klein standaard setupje, maar superhandig, net als deze cowbreeder hier. Die valt alleen, die hoor je niet, maar... hè, die kous. Nee, door je soundmuffler. Ja, ja, maar hier zit grappig. Allemaal koeien in, dus... Oh, we hebben een soundmuffler, zodat we ze niet horen, Ja, hoe zeg je dat? Ja, het is wel beter dat we dat niet horen, denk ik. Maar oké, wacht, we kunnen het beste denk ik even naar de Tweede Wereld. Daar kunnen we natuurlijk al die clay world grieven, zeg maar. Oh ja, tuurlijk. Oh, dat gaan we doen, oké. Jij hebt jouw dingetje, jouw toolding, of heb je die niet bij je nu? Ik heb hem bij me. Oké, ja, dan gaan we dus even daarheen, naar de Tweede Wereld, want dan kan je daar lekker even world grieven en zo. Want, ja, weet je dat iedereen die glijdt op zijn eigen manier, hè? Hebben we dat door? Ja. Ik ben zeg maar gewend, ik ga helemaal naar boven vliegen en naar voren. En dan doe ik in één keer de glider aan en dan ga ik gewoon de hele tijd klikken. Mm-hmm. Zodat ik hem de hele tijd respawn, zeg maar. Ja. Want dat vind ik veel chiller. En waarom laat de wereld niet in? Oh, die laat wel in. Oké, ik ben weer bij het gat. Ik ook, hoi. Zo, we passen net door het gaatje. Wacht. Oh ja, ik zie je wel. Ja, oké. En ik dacht van, hé, wat is dit? De server lekt weer. Oh my god, zal nog een keer restarten. Zo. Oh, waarom vloog ik nog niet? Ja, nu vloog ik wel. Oké, nou, we gaan helemaal naar beneden. Want je kent de ondergrondse tunnel, toch? Naar dat ja, ik weet precies hoe je erin moet komen. Oh, oké. Ik heb zeg maar al 3 quarters of zo aangezet daar. Gewoon. Kompa. Jullie hebben het in de comments gezet, jongens. Dank jullie wel. Ik weet daarom het nog weten niet meer. Het. Ja. Anders zou ik het nog steeds niet geweten hebben. Dat zou zo erg zijn. Maar in ieder geval. Zo. Even rennen. Hij is leuk, man. Redden. Ja, je gaat pauper snel. Ik heb namelijk ook Haze 3 en zo. Zo, ik ben een keer dood gegaan door de honger, doordat ik daar rende. Ja, ik ook. Ben ik al 2 keer of zo gebeurd. Dat is echt stom. Ik ben zo dom, hè. Maar oké. Ik ben er. Oké. Ik ben er ook. Oké. Hey, ik ga opeens sneller of zo, heb ik het gevoel. Oh, deze wereld is zo smooth, hè. Ik heb opeens 127 fps. Ja, dan komen we dat bij Sam en zo. Hebben ze zoveel shit. Mm-hmm. Echt niet normaal. Dat is niet normaal, hoor. Maar even kijken, hier hebben we dus... Even kijken, je moet dus even kijken, waar heb je het meeste van nodig? Gravel, denk ik? Gravel hebben we heel veel nodig en zand hebben we ook heel veel nodig. Ja, nou, dan moet je dus even gravel hakken. Ik had ooit een shovel met fortune. Nee! Oh god. Ik had altijd een shovel met fortune en dat was echt heel erg lullig. Want... Ja, dan kreeg je alleen maar flint. Ja, precies. Volgens mij was jij toen bij die livestream. Als ik het niet verkeerd heb, zeg dat maar. Dat kan best wel, ja. Maar nu krijg ik ook heel veel flint. Ja, maar je hebt geen fortune erop, toch? Of wel? Nee. Nou, maar kijk, zolang die alles is. Want je hebt altijd best wel veel kans dat het flint wordt. Maar ik voel me nu zo onnuttig, want ik kan helemaal niks hakken, want ik heb geen shovel. Dat maakt niet uit. Hoeveel van die blokken heb ik eigenlijk nodig? Want ik heb nu al een stack gravel. Ja, kijk. Het punt is hoe groot jij je ding wil maken. Ja, gewoon 3 hoog en dinges. Ja, 3 hoog en dinges. Maar dat is wel even lekker duidelijk, Willem. Nee, Oké, wacht even. Hij wordt best groot, maar we moeten ook heel veel... ik denk dat we toch wel even 4 stacks van Sear Bricks nodig hebben. Oh, oké. Okay. En dat zijn dus ook 4 stacks gravel en 4 stacks whatever the shit. Oké, want hier is ook een gravel, ik weet niet of je... Ja, oké. Okay, ja, je hebt 4 stacks gravel nodig, 4 stacks clay blocks en 4 stacks sand. 4 stacks clay blocks? Ja, dus... Of nee, ik weet niet. 4 stacks clay, denk ik. Ik denk clay, gewoon los. Ja, want anders is het wel heel veel. Dus laten we daar gaan. Gaan we alle gravel zoeken, of nu gaan we gewoon zand halen en dan zien we het daarna wel of zo. Ik heb als het goed is ook heel veel, dus ik ga even gewoon naar mijn eigen huis. Dan, ik ga wel mee. Nee, als jij nou even hier blijft. Oké, ik blijf hier, ik ga wel hakken. Ik ga helemaal mee. Ja, zo. Dan ga ik even naar huis voor die shit fixen voor jou. Oh my god, zand gaat zo chill. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Zand is namelijk heel licht en zo om te hakken. Het is echt tjik. Wat? Waarom pak ik het niet op? Huh? Lek? Of volle inventory? Nee, ik hak echt allemaal zand weg. Mhm. Zand weg. En ik heb het al, laat maar zitten. Oh, ik krijg van één keer een stack. Die grap, echt waar. Ik heb alles van vaker, die dingen. Willem? Pittig vaak. Ik heb dat zeg maar, dan zeg je zoiets en dan denk je van, dat is een mop. Oh, trouwens jongens, de tunnel is af. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien. En iemand heeft hier een pig farm gemaakt. Ik weet niet waarom, maar iemand heeft hier een pig farm gemaakt. Waarschijnlijk had hij varkens nodig. Ik denk het ook. Maar dat in ieder geval, is zand. Dat is er dus gemaakt. Ah, ik ga even helemaal omhoog. En ik ben thuis. Dat gaat best snel, als ik eerlijk moet zijn. Even kijken, cent. Of ja, ik heb 15 cent. Oké, ik heb een stack clay. Het enige wat we nodig hebben is de zand, eigenlijk. Ja, ik denk het. Even kijken. Ik heb hier nog Seared Tanks voor je. Ik heb nog Seared Bricks. Ik heb ook nog meer Seared Bricks. En ik heb ook nog Seared Glass voor je. Even kijken. Gravel heb ik 149. Maar dat heb je volgens mij zelf al heel veel.
Gravel wel. Zand alleen niet, want ik heb heel veel glas gemaakt voor mijn huis, omdat ik die mooi wou hebben. Ja, het is nog steeds heel raar. Ik ben heel erg in die dingen. Ja, ja, oké. Even kijken. Ik heb helemaal niet zo heel veel voor je. Ik dacht dat ik heel veel klei had, maar dat heb ik blijkbaar dus nu helemaal niet. Oh. Dat is jammer. Ik kan wel even een shovel meenemen. Boom. Even kijken. Efficiency 4. There you go. Ik heb zoveel mooie shovels. Echt waar. Twee hele prachtige, mooie shovels. Oh my god, dat zand is echt heel chill. Geloof me. Als je zo meteen hier bent, moet je het even proberen. Ik vraag me af, is het sneller, denk je, dan mijn... hoe heet dat? Mijn... volgens mij is dit shovel? Gewoon S7V4. Wat? Efficiency 4 is het. Efficiency 4. Kan je dat normaal uitspreken? Nee. Efficiency. Klinkt als vis. Efficiency. Oké, laten we het... In ieder geval, ik kom eraan. Ik heb mijn shovel mee. En ik heb ook al mijn bricks mee voor jou. Maar even kijken, waar ben je? Want ik ga... Oh nee, er komt een monster op me af. Oh nee, nog meer monsters. Oh my god, 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 oh my god. Waar ben je? No. Ik ben een beetje ver weggevlogen. Volgens mij was het niet zo slim. Willem, ik heb het nog zo gezegd. Niet zo ver als de lantaarn dadelijk aangaan. Voor 5 uur thuis, jongeman. Oh, maar dat maakt niet uit. Die monsters die zullen me niet zo ver volgen. Ik kom wel even terug naar de tweede wereldspan. Oké, goed. Even kijken. Ik ben er al bijna. Ja, ik zie allemaal van dat andere spul. Ah, nee! Grump! Wat? Er zit hier een Grump. Er zit hier een Grump achter waar, mij bij Spawn? Ja, nou, ongeveer. Oké, want ik ben bij Spawn. Oké. Maar die Grump zit dus achter me aan. En die zullen waarschijnlijk hier meer spawnen. En dat is super irritant. Oh. Even kijken, ik ben ook bij de Spawn. Oké, ik heb... Oh, ik zie jou. Hier onder me. Boven je schuin nog iets omhoog. Oké. Maar we moeten even kijken, want we hebben dus ook heel veel clay nodig. Ja, heb nu 1 stack clay. Oh, je hebt al clay. Oké, ja. Nice. We hebben dan toch 4 stacks clay nodig. Want, nou, ik weet niet. Ik heb 17 normale bricks. Ja. Of 17 bricks die je kan plaatsen. Dus 19 normale bricks. Nee, maar oké, wacht. Tanks. Kom eens hier. Ja. Ik ga hier staan zo. Mm-hmm. Moet je even kijken hoe snel dit zand gaat, oké? Ja, oké. Maar kijk hoe ik het doe. Onder water ga ik ook echt super snel. Maar volgens mij is dit even snel. Ja, onder water ben ik ook heel snel. Ja, dat is echt ziek. Oh, dit is zo chill. Even kijken, ik heb 39 zand al. Ik heb zo weinig zand hier. Bijna 3 stack. Dat is zalt wat je nu aan het hakken bent. Oeps. dit is ook zalt. Waarom hebben ze hier zalt? Wat heb je aan zalt? Oh, moet niks. Je zien. Moet je, nog een grump. Oh, ga sterven. Hier. Oh my god, ik raak hem zoveel, hè. Hey! Hij dropte een gas head en Poddle Enchanting. Hier, Willem. Okay. Willem. Ja? Kom eens. Het is niet... Wow. ik kreeg er letterlijk niks van, maar dat maakt niet uit. Oh okay, shit! Ik heb blindness. Nog één? Oh nee, wacht! Ah! Help. Oh, sorry! Wat? Ik zie niks! Ik ben blind! Oh my god! Oh no. Ik schiet om me heen! Ga eens dood! Jesus, hij heeft zoveel health! Oké, hij is dood. Oh my god, wat kreeg ik daarvan? Ik kreeg iets daarvan, maar ik zag het niet. Ik kreeg ook heel veel. Hey, oh, wacht, ik heb een Iron Axe met een efficiency 2 daarvan. Nice. Oh, oké, want dat heeft elke gast bij zich als die rond het vliegen is. Ja, precies. Kijk, ja, logics en physics. Logisch. Okay, whatever. Wat is dit dan weer? Dit Klee gaat ook zo snel. Dat is niet normaal. Ja, dat is leuk, hè? Echt waar, shovels zijn echt de beste. Oh, hier. Gewoon wat met je soms, hè? Want ik heb ook wel op andere server gespeeld. Zoals ik zeg, gewoon een kasteel had maken van zand of zo. Vond ik het leuk. Heb ik gewoon een keer een hele woestijn gewoon uitgehakt. Gewoon muziek op, lekker hakken, een beetje hakken. Een hele woestijn, like echt 100% of hoe... Ja, gewoon zoveel mogelijk zand weghalen. Nou, nice. Ja, prima. Gewoon video's kijken en dan zand weghakken, dat is chill. Oeh. Maar even kijken. Hoeveel clay heb jij nu? 2 stack. 2 stacks? Oké, ik heb 1 stack. Dus ik denk dat genoeg is. Hoeveel cent heb jij? Bijna 3 stack. Oké, en hoeveel clay heb jij? Of hoeveel gravel? 1 stack en 15. Oké, dus we moeten nog een beetje gravel, hè? Ja. Dus dan, en dan kunnen we naar huis. Maar ik word alleen maar aangetakt door Grumps! Waar ben jij dan? Oh, ik zie nog een Grump. Ja, dus ze zitten overal achter me. Ik word niet met rust gelaten door die beesten. Fucking Grump! Dat is zo erg. Oh no. Waar ik ben aan schieten met pijlen. Ik ben ongerust. Oh god. Ik heb hier gravel. Grumps zijn zo fucking vervelend. Ja, die zijn erg, hè. Heb jij, hoppatee. Bijna dood. Ja, is dat eentje met heel veel health, zeg maar? Oké, hij is dood. Ik kreeg een koekje. Yes.
Nice. Dan kan ik vredig sterven. Oh, wacht, ik heb hier Oh, ik heb hier even een hele mooie cave gevonden. En hier zit allemaal troep in. Dat is nice. Ik weet niet waar je bent, maar dat maakt niet uit. Ik zoek gewoon gravel op. En dan ik blijf wel gewoon ongerust zijn. Ik heb 1 stack gravel. Dus wacht, hoeveel heb jij? 1 en 15. Oké, okay, nou, ik denk dat we nu wel genoeg hebben eigenlijk. Ik denk eigenlijk ook wel. Ja, zoveel heb je toch niet nodig? Laten we teruggaan naar jouw huis. En dan... ja, jongens, dan ga ik je wel even een knipje maken. Want anders duurt de aflevering heel lang met lopen. Dus tot zo bij... Mag ik nu klappen? Mag ik klappen? Ja hoor. Bij Willem! En welkom terug! We zijn weer terug, hi! Oké, we hebben dus even wat dingetjes gedaan bij Willem thuis. We hebben dus even een paar dingetjes gemaakt. En ik ga nu Willem uitleggen hoe dit werkt. Willem, are you ready? Ja, ik ben klaar. Oké, we beginnen dus zeg maar met de bodem. De bodem is gemaakt van seared bricks. En hier hebben wij een seared tank. Hier gaat uiteindelijk allemaal lava in. Maar dus hier moet ik nu de lava in doen? Ja, nog niet. Alhoewel, het kan volgens mij wel. Ja, het kan wel. Oké. Okay. Doe ik ook zo. Wat je nog nodig hebt is een smeltery controller. Die ga ik hierboven plaatsen. Want YOLO. En hier krijg jij te zien wat er allemaal in zit. En hier krijg je ook zeg maar de mogelijkheid om de dingen in te doen. Zoals ores, zeg maar. Snap je? Ja. Oké. Okay. Dan gaan we even kijken wat hebben we nog meer nodig. We hebben nu even de onderste ring moeten we even afmaken. Dus die ga ik even met normale bricks. Zo. Ik heb trouwens ook gewoon glas geplaatst. Want dan kan je een beetje zien hoe het er van binnen uitziet. Ja, ik snap het. Oké, dan hebben we hier. Hou ik even eentje open. Sorry. En hier ga ik zeg maar een drain plaatsen. En die drain, die, daar moet een faucet tegenaan. En die faucet, die giet uiteindelijk in een casting basin. Zeg maar. Ja, ik snap het, ja. En hoe doen we dat? Pak eens wat ores, zeg maar. Kan je gewoon ores? Dan maak ik nog even een bovenste lager op. Als ik daar blokken voor heb. Even kijken, ik heb er net niet genoeg voor, maar we hebben nog stacks aan. Oké, moet ik er gewoon ingooien of zo, de oors of? Ja, zeg maar, dan ga je hier in die controller, zeg maar, en dan, dan gooi je dat erin. Dus dan gaat dat nu, zeg maar, smelten. En dan zie je ook boven dat die oors erin zitten, zeg maar, dat is super grappig. Maar dan ga ik ondertussen even nog wat meer bricks maken, of meer blokken. Want die heb ik net tekort. Dus dan gaan we even zo, hoppatee. Heb ik weer 12 blokken en dan ga ik die even plaatsen. Want op het moment, elke verdieping die erbij komt... geeft je de mogelijkheid om meer erin te doen. Want nu kan je weer extra iron erbij gieten als het goed is. Of, alhoewel? Nee. Oh nee, wacht, hier is nog een gat. Let op, nu. Oké. Okay. Oh, wacht. Het. Zie je? Ja. Nu kan er extra bij. Oh, nice. Dat is ziek grappig, want op het moment dat je dus nog verder omhoog gaat, dan gaat hij dus zeg maar... Dus eigenlijk kan je superveel kan je in één keer smelten. Ja, volgens mij heeft het wel een limit, maar dat weet ik niet zeker. Dus misschien ook wel niet. Maar dit is dus een beetje hoe het er... Dit is je smeltery, zeg maar. En dit kan je, zeg maar, hieronder kan het ook wel even mooi gemaakt worden. Zeg maar door hier even... Nou, maar je kan dus, zeg maar, alle oors kan je erin gooien. Niet alles. Osmium en andere... En diamonds kan je er niet in doen, zeg maar. Ja. Maar de meeste dingen wel, zoals tin en koper. Je moet wel even oppassen dat je tin en koper niet tegelijkertijd erin doet. Want uiteindelijk wordt dat samen gesmolten. En dat dus brons. Je moet eerst dit smelten en dat en dan? Want zeg maar, ik zie ook heel veel mensen die hebben dan zeg maar heel veel tegelijk hierin zitten. Ja, klopt. Dat kan ook. Maar op het moment dat je tin en koper erin doet, dan krijg je brons in je smeltery. Zeg maar. En brons is niet goed ofzo? Of? Het is wel goed. De enchants erop zijn er heel sterk op. Maar zeg maar, als je je oors wil verdubbelen... Want oké, wacht. Ik zie nu iets roods. Ja, zeg maar, kijk. Je moet even goed kijken. Want als je hierin gaat... Je hebt 36 iron ingots in je molten iron, zeg maar, hierin. Ja. En je hebt er eigenlijk de helft daarvan heb je erin gegooid. Zeg maar, aan echte oors. Want het wordt namelijk verdubbeld. En op het moment dat jij hier op je faucet klikt, klik er maar op met rechter muisknop. Kijk. Oh, stroomt het eruit? Ja, dan giet je het... Oh, dan mag ik je niet stoppen. Maar dan giet je het hier er dus uit. En dan moet je wel oppassen dat die echt gewoon 9 ingots daarin zitten. Want anders giet je maar half, zeg maar. Maar hier krijg je dan uiteindelijk een iron block en die kan je eruit pakken. Nice! En dan heb je zeg maar... Maar weet je hoe ik mijn oors verdubbel? Wat dan? Nou, dat doe ik dus met hier. Met zo'n dust, zeg maar, bedoel je? Of ja. Ja, nee, op deze manier kan ook. Maar deze manier is dus zeg maar om dingen samen te smelten en echt om tools te maken. Oké. Nou, dan weet ik ook gelijk hoe dat werkt. Kijk, als je zeg nice. Maar een, zeg maar, naar tinkers opzoekt of zo, tinkers... Ja. Dan krijg je dus al die tools en zo die unbreakable zijn. All you might kan je bijvoorbeeld maken. Dat is echt ziek. En dus kan je allemaal daarmee maken? Ja, en ik zal je even laten zien. Hier mijn zwaard, zeg maar. Dat is een all you might zwaard van Tinker's Construct. En die heeft self-repair en sharpness en zo. En dat heeft Aaron met
een smeltery voor mij gemaakt. Oh, dus het is ook met zo'n ding dus. Ja, dat is super grappig. Dan moet je wel even wat geavanceerder werken, maar dat leggen we een andere keer wel uit. Want... Zeg maar met dingen, want de aflevering duurt zo lang. Ja, precies. Daarom ga ik hem ook afronden. Jongens, ik hoop dat jullie deze langere aflevering met Willem leuk vonden. Laat natuurlijk even een duimpje omhoog achter als je dat leuk vond. En check natuurlijk ook even zijn kanaal. Linkje staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer bij een nieuwe aflevering. Dat was trouwens de laatste invite. Ik neem nog even contact met je op. Hoe heet hij ook weer? Shit, ik ben zijn naam kwijt. Ik ben hem eigenlijk ook vergeten. Coolie Molly. Ik weet niet of dat je echte naam is. Ik weet het niet zeker. Maar in ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie de volgende keer. Peace out!